Hoe is de glimlach van hun kleine scherm? Les jeunes visent beaucoup ce métier de speaker à la télévision en Chine. Est-ce que c'est parce que c'est un métier qui est spécialement bien payé? Son salaire est comme les autres canards, qui a l'âge comme lui. Mevrouw Gong is getrouwd met een leraar en ze hebben maar één kind, nog een goed punt in de ogen van de regering. Met z'n drietjes wonen ze in een flat op de tweede verdieping van een riant pand in een wijk van Shanghai, voorbehouden aan ambtenaren. Hun woonkamer, die ook dienst doet als eet-, slaap- en werkkamer, ligt ook qua oppervlakte iets boven het nationaal gemiddelde. Comment est-ce que vous arrivez à combiner votre vie privée avec votre métier de speakerine? Deze massa staat de speakerin iets elke ochtend op te wachten. Het is niet zozeer voor haar dat ze komen kijken, maar voor de televisieploeg, een westerse dan nog wel, die een portret van haar wil maken. Zoals elke dag brengt mevrouw Gong haar dochter naar de wijkschool. Maar speciaal voor onze camera heeft de plaatselijke overheid ervoor gezorgd dat zij het gezelschap krijgt van een groep andere moeders die toevallig ook allemaal één kind aan de hand hebben. Est-ce qu'ici, dans votre vie quotidienne à Shanghai, vous sentez que vous êtes une vedette de la télévision de Shanghai? Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue, par exemple? Et lorsque quelqu'un vous reconnaît dans la rue, de quoi est-ce qu'il vous parle en général? Des programmes de télévision, par exemple?